Welkom bij Rechtstreeks Uiteraard. Het is weer het einde van de maand en dus tijd voor de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. Groot aantal bespreekpunten waarover besluiten zullen worden genomen. We gaan er stilstaan bij drie. We gaan het hebben over de toekomst van Museum 4045. We gaan het hebben over het parkeerbeleid en dan gaat het met name over mogelijk betaald parkeren buiten de binnenstad. En we gaan het hebben over de huisvestingsverordening. Wie krijgt er kansen als die op zoek is naar een huurwoning? Museum 4045 in de binnenstad. Een heel klein museum met een enorm grote collectie. Dat is een probleem, want die collectie is te groot voor die ruimte. Het college heeft uitgezocht hoe de toekomst eruit zou moeten zien en heeft gezegd van nou, eigenlijk zou je moeten ontzamelen, de collectie kleiner moeten maken, wel op de huidige locatie gevestigd blijven. En er zou voor de verdere professionalisering van het museum een professionele externe deskundige moeten worden ingeroepen voor pak een beet 50.000 euro per jaar, dit twee keer achter elkaar 100.000 euro. PVV had al eerder aangekondigd een motie in te dienen die zegt nee, het museum is echt te klein waar het nu is. Er moet worden verhuisd naar een nieuwe locatie. Het museum 1940-1945 heeft met behulp van de gemotiveerde vrijwilligers en onder leiding van een gedreven en goed bestuur een waardevolle collectie opgebouwd. Het museum heeft een belangrijke functie als het gaat om het in herinnering houden van de Tweede Wereldoorlog. We willen dat er een voldoende grote ruimte komt in het museum om een klas onder te brengen. De PVV en de VSP vinden het erg belangrijk dat leerlingen van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs goed voorgelicht worden over de periode van de Tweede Wereldoorlog. De situatie van de stad Dordrecht in die periode en de lessen die we kunnen trekken voor nu en de toekomst. Het gaat hier om duizenden leerlingen die wij met dit museum kunnen bereiken. Beter voor Dordt vindt het erg belangrijk dat het verhaal dat het museum te vertellen heeft ook voor toekomstige generaties toegankelijk blijft. Dus de actie om met een deskundige te onderzoeken hoe het museum toekomstbestendig kan worden, juichen wij van harte toe. Dat daar ontzamelen bij hoort, lijkt evident, ook al door nieuwe technieken zoals interactieve mogelijkheden. Maar dat dit automatisch zal leiden tot de ruimte die nodig is om het verhaal recht te doen, waarbij de ruimte tevens voldoende moet zijn om de educatieve functie die het museum zeker kan vervullen, volledig tot zijn recht te laten komen, is ons inziens niet vaststaand. Daarom dient Beter voor Dordt samen met het CDA de motie Geef het museum een echte toekomst in. Om fouten van het getoonde te voorkomen, zien wij als Dordtse VVD graag de expertise van de Max van Pelt Stichting. Met de financiële tegemoetkoming voor de komende twee jaar kan het bestuur van het museum in samenwerking met alle meedenkende partijen een slag maken naar de aankomende jaren. Twee jaren externe deskundigheid met tussenkomst van Dordrecht Museum, het ter beschikking stellen aan het museum 4045 te aanzien van hun collectie en educatie, dat ondersteunen we. Het museum heeft een vernieuwingsslag nodig om voorbereid te zijn op de toekomst, om continuïteit te hebben. Het CDA betreurt het dat in uw voorstel geen specifieke aandacht wordt gegeven aan de uitbreiding van een daadwerkelijk aantal beschikbare vierkante meters. Uitbreiding die echt noodzakelijk is in verband met de educatieve doelstelling van het museum, wat echt geweldig is, zeker voor onze jongeren, onze kinderen, en in verband met de verwachte groei van het aantal bezoekers. De kinderen kunnen niet in een groot genoeg lokaal educatie krijgen met elkaar. Nou, wat dacht u allen van in het museum, het Dordrecht Museum of in het Hof. Prachtige ruimtes om kinderen educatie te geven over de Tweede Wereldoorlog en meer. En dan met een hele mooie route door de stad heen naar het museum 4045 kom je langs nog veel meer plaatsen die te maken hebben gehad in de oorlog. En dan kan je ze nog veel meer laten zien. En dan uiteindelijk in het museum 4045 rondleiden langs alles wat daar voorradig is. Om een museum neer te zetten wat toekomstbestendig is, omdat we ook met z'n allen geconcludeerd hebben dat er een hele club enthousiaste vrijwilligers rondloopt, waar we heel veel respect voor hebben, die afgelopen jaren heel veel verzameld hebben en tentoongesteld. Maar dat het ook een club is van mensen waar gewoon een nieuwe aanwas nodig is. En er moet ook een beetje vernieuwing plaatsvinden om te zorgen dat je mee kan in deze tijd en de voorwaarden die er tegenwoordig aan het museum gesteld worden. Het museum is een prachtig museum, maar is vrij klein, of eigenlijk behoorlijk klein. En we hadden graag gewild dat er een andere locatie zou worden gezocht, zeg maar, voor uitbreiding. Of dat het pand achter het museum zou worden betrokken in de
in de uitbreiding. Nou, dat laatste is dan wat moeilijker, maar hadden we graag gewild dat het museum naar een andere plek was gegaan. Vooral ook omdat we het belangrijk vinden dat er... Dat er een ruimte is voor een koffiecorner, dat er ruimte is om klassen te ontvangen enzovoort. Vanaf 2016 eigenlijk al was er een eerdere motie waarbij ook die uitbreiding werd besproken. En dan bij voorkeur achter het pand van het huidige museum. Wat pal gelegen is tegen het pand aan, dat zou een kleine moeite zijn om dat wellicht samen met Museum Dordrecht op te pakken. En het zou mooi zijn om dat te gaan onderzoeken. Ja, nu is het probleem, daar zitten op dit moment gewoon mensen met hun werkplek. Ja, die zouden dan moeten verhuizen. Dat zou misschien moeten kunnen. We kunnen misschien ook een andere oplossing vinden. Het gaat er in ieder geval om, en dat hadden we heel fijn gevonden, wanneer een externe deskundige dat had opgepakt. Mede in zijn taken, behalve het professionele maken van de organisatie van het museum, ook te kijken naar een mogelijke uitbreiding. Zowel de PVV als het CDA zeggen in hun amendement en hun motie dat ze ervan uitgaan dat het museum gewoon groter moet worden. Maar dat is misschien helemaal niet zeker. Nee, daarvoor halen we een externe deskundige in huis. En die gaat kijken wat er nodig is voor de verzameling en welke verzameling dat dan moet zijn, wat de educatieve programmering zou kunnen zijn, hoe de invulling van de vrijwilligers zou kunnen zijn, de governance zou kunnen zijn, wat voor ruimte daarbij past. Dat laten we allemaal onderzoeken door die externe deskundigen. En als eruit mocht komen dat het misschien toch echt op die huidige locatie kan, ook in dat vrij kleine gebouwtje, dan is dat zo? Ja, dan is dat zo. Want wij gaan wel af op de adviezen die die externe deskundige ons gaat geven. En dan heeft u problemen met dat geld wat ter beschikking wordt gesteld aan een externe adviseur. 2 keer €50.000 in 2 jaar tijd. Dat is een heel hoog bedrag. U zegt van ja goed, dat zou je misschien veel beter kunnen besteden. Nou ja, er wordt dus €100.000 wordt begroot door het college. Als je dat gaat omrekenen zeg maar naar het aantal uren, dan zouden de adviseurs tussen de 1000 en 2000 uur aan adviezen kunnen geven. Wij vinden dat bizar voor zo'n klein museum. Ons voorstel was om het bedrag te verlagen naar €50.000 en inderdaad het restant van het bedrag te betrekken in een mogelijke verhuizing. Ja, dat is zeker een behoorlijk bedrag, maar we willen ook echt met goede externe deskundigen aan de gang. En dat betekent dat we iemand willen hebben die weet hoe om te gaan met een verzameling en hoe je dat zou moeten doen als je dat wat minder laat worden, wellicht als dat het advies gaat worden. En we willen ook iemand hebben, misschien is dat dezelfde, maar het kan ook een andere persoon zijn, die wat meer kan vertellen over de educatieve mogelijkheden. De motie heeft het niet gehaald. Nee, dat klopt. Er waren wel een aantal partijen die zagen er wat in, maar de motie heeft het helaas niet gehaald. Dus het collegevoorstel is aangenomen. Zijn er nog verdere stappen om na te denken, mee te denken met de toekomst van het museum? Nou, we zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in het museum 4045. En ik heb regelmatig contact ook met het bestuur, met de directeur. En we kunnen eens kijken wat we in de toekomst van het museum kunnen gaan doen. Parkeren in de binnenstad, dat is al sinds jaar en dag gewoon betaald. En bewoners van de binnenstad hebben een parkeervergunning. Het college stelt nu voor om een veel groter gebied, ook buiten de binnenstad, mogelijkerwijs te gaan bestemmen in de toekomst om ook daar betaald parkeren in te voeren. En dus ook bewoners op te zadelen met een parkeervergunning. Dan gaat het bij die parkeervergunning om twee dingen. Ten eerste om het tarief. Hoeveel zou je voor zo'n vergunning moeten betalen? En in de tweede plaats gaat het om het gebied. En wanneer wordt een gebied wel of niet aangewezen om er betaald parkeren in te voeren? Parkeerregulering is niet altijd een oplossing. Je hebt altijd een rand van een gebied waarbij het bekende waterbedeffect zal optreden. Wij roepen het college ook op om te kijken naar andere mogelijkheden. Zoals onderzoek elektrische leenfietsen, scooters, deelauto's. Wij zien dat ook graag terug in de koersnota mobiliteit. De voorgestelde stadswijken voor mogelijk betaald parkeren, zoals de Vogel en Indische Buurt, Reeland, delen van Nieuw en Oud Crispijn, hebben nu al te maken met een hoge parkeerdruk van hun eigen auto's. De CDA-fractie is dan ook geen voorstander van deze in potentie enorme uitbreiding van gebieden met betaald parkeren. Blij met het verlagen van het tarief voor de eerste parkeervergunning en kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel. Toch hebben wij niet minder dan 2 amendementen en 1 motie die wij willen indienen om dit voorstel beter te maken. Het eerste amendement raakt voor ons een principieel punt waarbij we de mensen met het parkeren op eigen terreinvergunning willen aanslaan voor het tarief van de eerste parkeervergunning in plaats van het hoge tarief voor de tweede parkeervergunning. Want met de verdichtingsopgave die we hebben, de autoluwe binnenstad die wij voorstaan, is het goed om een eerste vergunning, om die goedkoper te maken dan een tweede vergunning. Dat je autobezit dan ontmoedigt door die tweede wat duurder te maken,
Daar zijn wij een voorstander van, maar dan wel met een reële kostenstijging en niet met in één keer 30% voor een gezin. Dus daarom dienen we het amendement rondom de tariefdifferentiatie samen met de VVD in. Daarnaast vonden we de criteria die het college in haar voorstel heeft gezet rondom wanneer ga je nou over tot zo'n tot gereguleerd parkeren, die vonden we al helder. Maar we hebben even gespart met een aantal collega's. En dat heeft geleid tot een motie waarin we een aantal dingen nog wat scherper maken. Dat is dat we tegenstanders van gereguleerd parkeren in een gebied met deze motie ook meer positie geven. En dat mocht er nou echt een duidelijke twist bestaan tussen voor- en tegenstanders, dat er dan alsnog een enquête georganiseerd zou worden. Wij vanuit Beter voor Dordt vinden dat we terughoudend moeten zijn met het invoeren van betaald parkeren. Dat moet echt de laatste redmiddel zijn in een wijk. Er moet zoveel parkeerdruk zijn. Auto's die van buiten daar komen parkeren. Geen mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen. Eventuele invoering van een blauwe zone moet nog de revue passeren. Dus eigenlijk moet alles onderzocht zijn. Wil je overgaan tot betaald parkeren, waarbij we ook nog eens vinden dat de buurtbewoners daar zelf ook achter moeten staan. Dat er een meerderheid moet zijn die betaald, de invoering van betaald parkeren ook ondersteunen. We vinden de huidige grens voor betaald parkeren vinden we een natuurlijke grens. En als je die grens overgaat, kom je tot een onnatuurlijk waterbedeffect. Ja, wat betekent dat? Dat op het moment dat je ergens iets invoert, dan krijgt de wijk die daar weer naast ligt automatisch problemen. Ja, en die wijk vraagt er totaal niet om, wordt er wel mee geconfronteerd. En nu is het de vraag, wil je dat? Nee, het dient geen doel. Want namelijk, al die wijken hebben hun eigen autonome parkeerproblematiek en willen niet opgezadeld worden met nog een keer effecten van buiten. Zo vinden wij bijvoorbeeld vanuit Beter voor Dordt dat ook de tegenstanders gehoord moeten worden. Dat als in een wijk een groepje bewoners voor invoering van betaald parkeren is en een andere groep die is daar tegen, dan vinden wij vanuit Beter voor Dordt dat er een enquête gehouden moet worden waarbij iedereen schriftelijk kan reageren op een dergelijk voorstel. We hadden een voorstel dat ietsje sneller zou kunnen worden afgewikkeld en nu kost het iets meer tijd. Maar je geeft voor- en tegenstanders wel heel duidelijk even de gelegenheid om hun punten te maken. Duurt wat langer, maar je krijgt er wel een gedragene voorstel van. Dus ik ben heel blij met dat stuk van het debat. En dan de tariefstelling. Eerste auto een lager tarief en de tweede auto een hoger tarief. Daar zijn wij ook helder in geweest. Op dat punt steunen we het college. De flexibilisering is denkbaar. Daar zitten we vrij pragmatisch in. Maar als je flexibilisering toepast, dan moet dat wel met gesloten beurzen zijn in die zin. De gemeente moet niet in een financieel gat vallen. Als je nu kijkt naar het voorstel, dan schieten de tarieven voor de tweede bewonersvergunningen in één keer omhoog. En dat kan best koud vallen bij onze bewoners. Daarvan hebben wij met meerdere partijen gezegd van ja, doe dat geleidelijk aan. Doe dat stapsgewijs in 2 jaar, in 3 jaar. En ga niet abrupt in één keer de tarief van de tweede parkeervergunning verhogen. Nou goed, we hadden natuurlijk een voorstel gedaan, verlaging eerste en verhoging tweede vergunning. Dat een beetje ongeveer break-even zou uitkomen in de parkeerexploitatie. En de raad ging mee met de gedachte, dat is ook heel mooi. Alleen heeft wel gezegd, ja, die verhoging, daar gaan we 2-3 jaar over doen. Nou, dat kan natuurlijk, maar dan heb je wel wat minder opbrengsten. Dus dat slaat een gaatje in de parkeerexploitatie. Ja. Maar goed, de raad heeft zich hiermee wel akkoord verklaard. Ja, dat betekent, nu gaat er een procedure in de gang om die verordening ook echt erbij te schrijven. Dat zou in de zomer hebben kunnen lukken, maar dat wordt waarschijnlijk januari. Ja, we passen eens per half jaar passen we de tarieven aan en dan als het nodig is ook de verordening. Nou, er lag een voorstel in de raad, maar in alle discussie is uiteindelijk het voorstel niet akkoord verklaard. Dat is jammer, want we hadden dat per 1 juli kunnen invoeren. Maar goed, dat moet nou in het najaar gebeuren. De huisvestingsverordening. Dat is een verordening die gaat over hoe huurwoningen worden verdeeld om mensen die een huurwoning zoeken. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. Die verordening die wordt eens in de 4 jaar herzien en nu is weer zo'n moment dat er een herziening moet plaatsvinden. En dan gaat het om 2 specifieke dingen.
Welke groepen zouden mogelijkerwijs een urgentie kunnen krijgen om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Je moet erbij bedenken dat natuurlijk het aantal huurwoningen beperkt is en dat er best wel lange wachtlijsten zijn. En dan gaat het erom een weloverwogen afweging te maken. Wie wel voorrang en wie niet. En dan, er zijn bepaalde groepen, bijvoorbeeld studenten en jonge starters, die ook om een huurwoning lopen te vragen en dan bijvoorbeeld kamerbewoning willen. Maar er is maar heel beperkt mogelijkheid om woningen of bedrijfspanden in kamerbewoning om te zetten. En biedt de verordening op dit moment voldoende ruimte om dat mogelijk te maken, ja of nee? Dit is een politieke keuze waarbij de VVD voorstelt om voor statushouders niet langer voorrang te verlenen voor mensen op de wachtlijst, maar hiervoor alternatieve woonruimte aan te bieden. Daarna kunnen zij zich uiteraard zelf aanmelden voor sociale huurwoning en volgens dezelfde wachtlijst als andere mensen zich aanmelden. Het zal geen verbazing wekken dat wij vanuit GroenLinks dit amendement van de VVD niet steunen. We vinden het een eenzijdig voorstel. Het richt zich specifiek op één groep uit de voorrangsregeling. En het is een groep mensen die een historie heeft waarbij ze onder heel ernstige omstandigheden gevlucht zijn, opgevangen in Nederland, hier een verblijfsvergunning gekregen hebben. Wij vinden dat niet humaan. Als mensen hierheen zijn gevlucht met een bepaalde reden, ze mogen hier blijven, dus het is getoetst dat ze ook hier mogen blijven. Wij vinden dat die mensen gewoon die voorrang moeten kunnen blijven houden. Voorzitter, het gaat om het huisvesten van een relatief kleine groep mensen, ja, statushouders. Ze hebben nu geen huis, hebben zich niet in een vroegtijdig stadium kunnen inschrijven op de wachtlijst. En de gemeente heeft de plicht om deze mensen te huisvesten. Het gaat om zo'n 3,5% van de jaarlijkse verstrekken woonvergunningen in de sociale sector. De VVD biedt hen geen perspectief en evenmin een oplossing voor het woningprobleem in bredere zin. Het mag duidelijk zijn dat de CDA-fractie dit amendement niet zal steunen. Dat er wel aan de andere kant teleurgestelde mensen, woningzoekenden zijn, die het als onrecht aanvoelen dat ze gepasseerd worden. En dat gaat ten koste van maatschappelijk draagvlak van deze statushouders. Dus daarom hebben wij ervoor gepleit, en doen we nog steeds, om ons hard te maken voor een oplossing voor dit probleem. Als in Dordrecht ongeveer 1/3 of misschien zelfs wel meer van het aanbod via voorrang wordt verstrekt, geeft dat die spanning des te meer aan. En die spanning voelt onze fractie ook. Wat we echter niet moeten doen is binnen die groep weer onderscheid gaan maken in verschillende subgroepen. Waartoe onze fractie wel oproept is aan het college om werkelijk echt wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om alleen in die gevallen gebruik te maken van die uitzonderingssituatie en voorrangsregels. Dat de statushouders toch een bepaalde, een andere positie innemen. Het is namelijk zo dat we moeten de statushouders binnen 12 weken huisvesten. En dat geldt in principe niet voor de andere voorrangsgroepen. Dat steekt ons wat. Daarom wil de PVV Dordrecht de voorrangsregeling voor statushouders afschaffen en deze mensen op een andere manier opvangen. Bijvoorbeeld door lege kantoorpanden geschikt te maken voor bewoning. Voorzitter, waar het hier om gaat is dat het uit de voorrangsregeling halen, de verplichting om binnen 12 weken te huisvesten, zoals u zelf ook bevestigt door het Rijk is opgelegd, die verandert niet. Exact, maar ik geef niet aan dat we ze niet willen huisvesten. Ik geef aan van maak wat andere locaties gereed, zeg maar, om die mensen wel te huisvesten. Wij vinden het onbegrijpelijk wat de VVD doet. Zij passeren Forum en PVV aan de rechterzijde door een niet bestaand probleem op te lossen. Het klopt al zodanig dat er geen wettelijke verplichting meer is tot het huisvesten van statushouders. Er is echter wel de plicht om je quotum te huisvesten. En als je dat niet doet, loop je forse financiële risico's. De VVD zegt dat er sprake is van verdringing, maar wanneer is er sprake van verdringing? Voor de komende dit jaar moeten we 95 statushouders worden gehuisvest. Dat betekent in de praktijk 70 tot 75 woningen op de ongeveer 1500 woningen die muteren. Oftewel 5% van het geheel. Verder heeft de VVD het over wachtlijsten. Deze constatering zegt echter niets wanneer er geen aantallen worden genoemd. Wij willen de wethouder dan ook vragen ons een beeld te geven van het gemiddeld aantal reacties, weigeringen, de gemiddelde wachttijd en de gemiddelde zoektijd voor woningzoekenden in het afgelopen jaar. Er zijn heel veel groepen die voorrang krijgen bij het toewijzen van een huurwoning.
En nou ja, goed, met de beperktheid van het aantal sociale huurwoningen dat er is en de wachtlijsten die er zijn en het feit dat als iemand voor mag, betekent ook altijd dat er iemand moet wachten, vinden wij het eerlijk om daar kritisch naar te kijken. Voor die statushoudersgroep heel specifiek geldt dat we bijvoorbeeld eigenlijk al weten hoeveel er het komende half jaar naar onze stad moeten. En dat er ook alternatieven zijn qua huisvesting die niet ten koste gaan van de sociale huurvoorraad. Dus die waar mensen niet langer op hun eigen woning hoeven te wachten en dat statushouders toch tijdig en goed gehuisvest kunnen worden. Dus wij vinden dat een schappelijk voorstel om dat te schrappen. Heeft het helaas niet gehaald. De VVD stelde nu voor om alleen die statushouders daarvan die bepaling te schrappen. Nou, wij vinden dat heel eenzijdig en ook een stempel drukkend op deze groep mensen. En de realiteit is dat het mensen zijn die uit een oorlog komen, uit verschrikkelijke toestanden. Heel moeilijk hebben gehad in een asielzoekerscentrum. En ja, het past gewoon dat je die mensen ook een fatsoenlijke woonruimte aanbiedt. Het gaat om uiteindelijk zo'n 3,5% het afgelopen jaar van het totaal aantal huurwoningzoekenden die die voorrang krijgen. Dat is toch eigenlijk een heel beperkte groep. En het zijn mensen natuurlijk in omstandigheden die voor integratie ook echt een beetje een stabiele basis moeten hebben. Ja, ik kan zeggen 3,5% is niet zoveel. Ik heb net ook gezegd 80 tot 100 gevallen per jaar is wel dermate veel. Dat zijn namelijk 80 tot 100 gezinnen die daar langer op moeten wachten. In drukkere tijden, en ik hoop dat het niet meer zover komt op korte termijn. Maar bijvoorbeeld in 2016 waren dat 300 gevallen en dat zijn toch aanzienlijke aantallen vinden wij. Zeker omdat er alternatieven voorhanden zijn. Wij krijgen van de overheid statushouders als opdracht mee, dus wij moeten ze huisvesten. En wat ik vanavond heb proberen te voeren, of we dat via de urgentieregeling doen of buiten de urgentieregeling om. We moeten ze gewoon binnen 12 weken huisvesten, dus daar zit een urgentie op. Ja, nu zegt de VVD, het overigens maar een kleine meerderheid in deze raad die ook voorstander is om die urgentie in te trekken. Ja, het zou onvrede ook bij andere mensen die zoeken kunnen opleveren, dus ja. Ja, dat begrijp ik als geen ander, denk ik. Als je lang op de wachtlijst staat en er komen mensen tussendoor die om een of andere reden daar een voorrang voor krijgen, dan kan ik me voorstellen dat dat vervelend is. Maar ik ben afhankelijk in die toewijzing van de rijksregels die mij opgelegd worden. En die vertellen mij dat ik binnen 12 weken deze mensen moet huisvesten. Diverse plaatsen in Dordrecht, leegstaande pandjes, opgekocht. Eigenlijk voordat ze te koop worden aangeboden al door vastgoedmensen, speculanten misschien wel. Die zeggen, daar gaan we eens even een slaatje uitslaan. Dat zou moeten worden beperkt. Het is een beetje een olievlek. Het is begonnen in Amsterdam. Maar langzamerhand zit het niet alleen maar in de vier grote steden. Maar ook eromheen, ook in Dordrecht. En het vervelende is, het zou helemaal nog niet zo verschrikkelijk zijn. Maar de prijzen die ze ervoor vragen, voor die huur, die zijn zo hoog. Dat gewoon de gewone jongeren, ouderen, niemand kan dat betalen, gewone mensen. Dus dat maakt het moeilijk, want daarmee frustreert het gewoon de woningtoewijzing en ook het kopen van woningen door mensen die dat anders wel zouden kunnen doen. En het is alleen maar een kwestie van veel geld willen verdienen, zo snel mogelijk, door hele hoge huren te rekenen. En ja, dat kunnen we met de schaarste die we toch al hebben gewoon slecht verdragen in Dordrecht. Want het betekent wel dat alle anderen langer moeten wachten op, niet alleen op hun huurwoning, ook op hun koopwoning. Dat gaan wij nu onderzoeken, hoe groot dat probleem in Dordrecht is, als het probleem groot is. En dat gaan we keurig in beeld brengen, want dan kunnen we die vraag ook op een juiste en correcte manier beantwoorden. Meneer De Buk, u heeft een amendement ingediend voor de huisvestingsverordening, om eens te kijken of het niet mogelijk is om de lat die wordt gelegd om zelfstandige huisvesting te creëren, kleine wooneenheden, om met name jongeren, starters, studenten makkelijker aan een woning te helpen. Klopt inderdaad, ja. Wat je ziet is dat Dordrecht een hele rare regeling heeft voor wanneer een groot pand, bijvoorbeeld in de binnenstad of in de Singel, wanneer dat opgesplitst wordt naar kleine appartementen, om daar toestemming voor te geven. Dus er zijn allemaal initiatieven. Bijvoorbeeld heb je het ING-kantoor aan de Johan de Witstraat. Nou, er zijn plannen van ontwikkelaars om te zeggen, nou, we maken daar kleine appartementen van. Hartstikke leuk voor jongeren, voor alleenstaanden. En er is hele grote behoefte aan. Maar het gebeurt niet in Dordrecht, omdat Dordrecht hele rare regeltjes heeft. En dat regeltje is dat als je dat wil doen, dat een nieuw appartement minstens 70 vierkante meter groot moet zijn. Ja. En 70 vierkante meter is ongeveer net zo groot als wat een heel gezin nodig heeft. Wij zeggen dat is volkomen uit de tijd. Want je hebt natuurlijk heel veel alleenstaanden, heel veel jongeren die gewoon een klein betaalbaar iets zoeken
voor zichzelf. Ja, wat wij doen, die 70 meter, die baseren wij op de vraag die wij genereren vanuit de markt en vanuit de woningvraag. En wat wij daaruit terugkrijgen, dat is dat die vraag gewoon zit op een unit die ongeveer 70 vierkante meter is. Als je naar studenten kijkt, ja, die hebben wij jammer genoeg nog te weinig in onze stad om zeg maar die opdracht zo goed neer te leggen dat wij die 40 vierkante meter woningjes kunnen bouwen. Die vraag is er nu niet. Het abonnement nipt niet gehaald. Hoe is het mogelijk? Ja, ik vind het buitengewoon jammer. Dordrecht loopt hier compleet achter op andere steden. Ja, als je naar Amsterdam krijgt, naar Breda, naar andere plaatsen, dan zie je dat ze dit soort rare grenzen niet meer hebben. En wij zeggen dus van nou, als je iets splitst, ja, of uit wat dan ook een nieuwe panden, appartementen maakt, dan moet het minstens geschikt zijn voor een gezin. Ja. Ja, ik denk, dat is toch niet meer van deze tijd. De gemeenteraadsvergadering was weer eens ouderwets bijzonder lang. Begon om 2:00 middags. Het is nu bijna 12:30 s'avonds. En als je me vraagt, zijn er nou besluiten genomen waarmee je echt enorme duidelijkheid hebt over hoe het met het parkeren gaat of hoe het met het museum gaat, over hoe het met de huur en de huisvesting gaat in de stad, denk ik, nou, dat valt nog te bezien. Een beetje een rommelige vergadering zo af en toe. We gaan het gewoon volgen. In ieder geval, volgende maand de kadernota. Daarin komen dit soort onderwerpen ook weer gewoon terug. Want dan wordt er niet alleen over de inhoud van plannen gesproken, maar ook vooral wat het mag kosten. En dat gaan we in ieder geval volgen volgende maand. Dit was het voor nu, rechtstreeks uiteraard. Tot de volgende keer.